Welkom bij Geschiedenis van België op YouTube. Geschiedenis van België is in de eerste plaats een podcast waarin ik elke week een ander aspect van de Belgische geschiedenis uit de doeken doe. Maar waarom niet eerst proberen met beeld en waarom niet eerst proberen op YouTube? En waar beter te beginnen dan bij de zogenaamde Eerste Belgen? Het volk wiens naam veel en veel later de naam van het historisch ongevalletje genaamd België zou worden. En het volk ook dat zelfs de grote keizer parten wist te spelen. We hebben het vandaag over de Belgae en Ambiorix. Welkom bij Geschiedenis van België. Laat ons beginnen met de naam van het land voor ons. Laat ons beginnen bij België. Nu heeft u mij niet nodig om u te vertellen dat die naam iets te maken heeft met een zekere Julius Caesar en dat die gebruikt wordt voor een of andere stam. Nu, wat die stam te maken heeft met het huidige België, dat is natuurlijk een heel andere vraag. Wel, het zit zo. Tussen 48 en 50 voor Christus was Julius Caesar druk bezig met het veroveren van Gallië. Min of meer wat we vandaag als Frankrijk en omstreken zien. En omdat de Romeinen nu eenmaal veel waarde hechten aan dingen zoals boekhouding en verslaggeving, hield ook onze vriend Caesar een schriftelijke neerslag bij van zijn wedervaren. Oftewel, de Commentarium in Gallia Gestarum. Beter gekend als de commentaren op de gebeurtenissen in Gallië of gewoon de Commentaria de Belle Gallico, commentaren over de Gallische oorlog. En daarin schrijft die Caesar dat ene zinnetje dat iedereen kent, of iedereen ooit eens gehoord heeft. Namelijk, de Belgen zijn de dappersten der Galliërs. En dat, liefste kijker, is de eerste vermelding van de Belgen in de geschiedenis van de mensheid. Wat er zelden bij verteld wordt, is het vervolg van dat zinnetje. Want daar eindigt de zin eigenlijk niet. De volledige zin gaat als volgt. De Belgen zijn de dappersten van allemaal, omdat ze het verst verwijderd zijn van de cultuur en de beschaving van de provincia. En er slechts zeer zelden kooplui dingen komen brengen die bijdragen tot de verwekelijking van de geesten. En omdat ze vlak bij de Germanen leven die aan de andere kant van de Rijn wonen en met wie ze voortdurend oorlog voeren. Oftewel, de Belgen zijn het dapperste omdat het wilden zijn en het verste van de beschaving verwijderd zijn. En dat maakt onmiddellijk duidelijk waarom je Caesars analyse met een paar zakken zout nemen moet. Caesar was geen antropoloog die probeerde op neutrale en wetenschappelijke wijze de volkeren van Gallië in kaart te brengen. Nee, Caesar was een veroveraar. Een veroveraar die weinig of niets wist van de volkeren waarmee hij oorlog voerde en die daar eigenlijk ook niet in geïnteresseerd was. Tenzij om zijn eigen blazoen op te poetsen. Je kan hem een beetje vergelijken met de Spaanse conquistadores die op genocidale wijze een hele beschaving onderwierpen. Nu, goed, het onderwerp van deze video is niet de heer Caesar specifiek, maar wel de Belgen. En die Belgae waar de Jules het over heeft, dat was geen monogaam geheel. Nee, in werkelijkheid was het een amalgaam, een verzameling van Gallische en Germaanse stammen die zich op een grondgebied bevonden dat onder meer het huidige België omvat. Maar ook het noorden van Frankrijk, het zuiden van Nederland en een klein stukje Duitsland. De enige echte link tussen die Belgen van toen en de Belgen van nu, die is dat ze in min of meer hetzelfde gebied woonden. Al valt ook dat wel te nuanceren, want steden zoals Trier en Reims, dat is niet België vandaag de dag. En toch werden die Belgae in de 19e eeuw, na het ontstaan van het eigenlijke België, door velen beschouwd als trotse voorgangers van de Belgen. En werd de Belgo-Gallico zo selectief mogelijk gelezen, om dat nieuwe België er toch maar goed uit te laten komen. Of waarom denkt u dat u van dat vervolgzinnetje na de Belgae zijn de dappersten der Galliërs nog nooit van gehoord heeft? Of waarom een zekere Ambiorix tot heldenstatus verheven werd en plots een standbeeld kreeg op de markt van Tongen? Verzeil in zijn Tongen zijn geweest is dat standbeeld van de halfnaakte man met een enorme snor. Een aanrader. Maar wat weten we eigenlijk over die man? Dat is mijn vraag. En dan doet het simpel. Weinig en alles wat we weten komt van onze vriend Caesar. Verder is er geen enkele andere bron. En natuurlijk werden die Galliërs door Caesar niet beschreven als een bende haveloze wilden, maar als woeste krijgers. Wat het natuurlijk des te indrukwekkender maakte dat hij ze allemaal wist te verslaan. Want
Keizers geschrift is de enige bron die we hebben over deze oorlogen en dus ook over Ambionix. Dus, ja, wie weet. Misschien had Keizer een goede tegenstander nodig. Een Darth Vader voor zijn Luke Skywalker, een Thanos voor zijn Iron Man. En verzon hij gewoon een listige, dappere Belguy genaamd Ambionix. Of misschien bestond de man gewoon echt? We zullen het waarschijnlijk nooit weten, maar dat maakt het verhaal van Ambionix en zijn bironen niet minder boeiend. Des te meer omdat het lang na zijn dood is dat Ambionix een symbool werd van de Belgen. Ons dus. Goed, maar wat zegt Keizer nu eigenlijk over Ambionix dat ervoor zorgde dat men in 1830 besloot de man tot nationaal boegbeeld te bombarderen? Wel, dat begint eigenlijk allemaal in de zomer van 37 voor Christus. Dan trekt Keizer onze streek binnen. Onze streek zijn het land van de Schelde en de Maas. En hij stoot daarop de lokale stammen die hij gaat omschrijven als de Belgae. En de eerste stam waarmee hij het aan de stok kreeg, dat waren de Nerviërs. Nu, daar werd op snel tempo de vloer mee aangeveegd. En die werden dan snel gevolgd door de Arwatucci. En volgens zijn eigen statistieken, want ja, Keizer had veel statistieken mee, werden bijna 60.000 Nerviërs gedood en 53.000 Arwatucci als slaven verkocht. Geen gezellige jongen dus, de Jules. En nu ja, dat is iets waar we vandaag de dag niet echt bij stilstaan als we het hebben over de Romeinse beschaving. Maar goed, als het om oorlogen tegen de barbaren ging, dan waren de Romeinen meedogenloos en niet al te beschaafd. Om eerlijk te zijn, het woordje genocide is vaak van toepassing. Met de vernietiging van die twee grote stammen, ja, was de politieke orde in die regio helemaal zoek. En Keizer, ah ja, Keizer bood vriendelijk aan om dat op te lossen. Naar verluid in het belang van gelijkheid en vrede. Eén stam in de regio, de Treverianen, ja, ja, nog niet de Epiroanen, maar de Treverianen kregen het op hun heupen toen de winter aanbrak. En de Romeinen plots de boodschap verspreiden dat alle stammen een deel van hun voedselvoorraden zouden moeten afstaan aan de Romeinse vredestroepen. Ja, niet zo aangenaam. En het Treveriaanse opperhoofd, Indutio Marius, die had veel zin om het op te nemen tegen de Romeinen, maar besloot wijselijk om het eerst iemand anders te laten proberen. Die iemand zijn de Ambionix, het stamhoofd van de Iberoon. En die Ambionix, die deed dat ook gewoon. We weten niet waarom, maar feit is, of volgens Keizer in elk geval, trok hij wel degelijk op met zijn Belgen, met zijn Iberonen, tegen Keizer. Nu, die Belgen mochten dan wel geweldige strijders zijn. Tegen de goed georganiseerde en gedisciplineerde Romeinen was het echt wel moeilijk om te winnen. En nog veel moeilijker als ze zich in een fort of een castrum verschanst hadden. En dat was het probleem voor Ambionix. En in de winter van 54-53, voor Christus, besloot Ambionix op een bepaald moment om niet aan het hoofd van zijn stamgenoten op te dagen, maar alleen. Of hij stuurde een boodschapper, maar in mijn verbeelding kwam Ambionix aan in putje winter, gezeten op een hagelwit paard. En aangekomen zou hij een speech afgestoken hebben. Als het aan hem lag, zei hij, zou hij er nooit aan gedacht hebben om Rome aan te vallen. Maar zijn volk had besloten dat het moest, dat het nodig was. En zei hij, kijk, de Galliërs hebben een datum vastgesteld voor een algemene opstand. En hij, goedbedoelende, Rome liefhebbende Ambionix, kon niet anders dan te strijden trekken tegen de Romeinen. Maar hij was zo een grote fan dat hij hen waarschuwde dat de Galliërs eraan kwamen en dat ze versterking gingen krijgen van de Germanen. En de Romeinen konden dus maar beter maken dat ze er wegkwamen. En niet alleen was Ambionix zo goed en zo vriendelijk om het allemaal te komen zeggen, hij zou de Romeinen ook nog eens de kans geven om ongeschonden door het land van de Iberonen te marcheren. En na een oorlogsraad besloot het legioen en zijn commandant Sabinus om het vriendelijke aanbod van Ambionix toch maar aan te nemen. Al was het natuurlijk exact wat Ambionix van plan was. Toen de Romeinen het fort uitmarcheerden, was Ambionix al lang klaar met zijn voorbereiding. Hij plaatste zijn krijgers aan weerszijden van de ravijn, 2 mijl ten noorden van het fort. De Romeinen hadden ondertussen bij zonsopgang het fort verlaten en waren op mars. En Ambionix wachtte tot de helft van de legerpositie was gepasseerd en gaf toen het signaal om aan te vallen. En die hinderlaag, ja, die mondde uit in een slachting. De Romeinen konden niet draaien of keren in het ravijn. En toen Sabinus probeerde te onderhandelen, werd hij simpelweg afgemaakt.
Met andere woorden, een glorieuze overwinning voor de Belgen. En dan Beorix, ja, die was zijn nopjes. Die besloot om de situatie uit te buiten. Hij ging naar de Aduatuchi, naar de Nervi, en vertelde hen van zijn overwinning. En plots sloten heel veel standen in de regio zich aan bij de Jan Beorix. En waar Jan Beorix voorheen enkel maar de koning was van een kleine stam, de Eburonen, was hij plots de leider van een grote opstand. En was zijn troepenmacht meer dan verdubbeld. En Jan Beorix dacht dat als hij die Romeinen had kunnen kloppen, hij dat nog wel eens zou kunnen doen. En rukte hij dus op naar het grootste kamp in de regio. Nu, de Romeinen in dat kamp, ja, die hadden een fort en die waren niet zo goed gelovig als Weiland Sabinus. Die commandant geloofde Jan Beorix niet en wist zelfs woord te sturen naar Caesar dat hij belegerd werd door een Gallisch leger, door die Belgen. En Caesar, die handelde zoals altijd snel. Caesar marcheerde onmiddellijk naar het noorden. En niet veel later merkten de Galliërs Romeinse kampvuren op. Jan Beorix riep zijn mannen terug van de aanval op het fort en gaf opdracht tot een snelle mars op Caesars positie. En Caesar, die zag ze komen. Hij zag ze komen en die zette zijn eigen val. Hij liet een kleine versterking bouwen op de hoge grond van de heuvel. En hij gaf opdracht het fort zo klein mogelijk te maken. Want Caesar wou het laten lijken alsof hij maar een paar honderd soldaten bij had. En geen 7000. En daarbovenop beval hij zijn mannen om bang te lijken. En Jan Beorix's leger was verbaasd, want zij dachten wel oké, dit kunnen we wel aan. We hebben net een heel Romeins legioen afgemaakt, dus waarom niet die paar soldaten? Goed, het liep natuurlijk anders af. Eenmaal de Belgen zich in het open veld had gewaagd en Caesar zag dat ze nergens dekking of verdediging nog hadden, gaf hij de opdracht tot de aanval. Alle poorten van het dicht opeengepakte fort werden opengegooid en de Romeinen renden de heuvel af. De cavalerie voorop. En de Eburonen, wel ja, die braken. Die braken en die vluchten. Die Eburonen leden zware verliezen en degenen die het overleven, die werden bij een ontsnappingspoging in stukken gehaald. De Romeinen gingen door met het afslachten van iedereen op de heuvel. En enkel Jan Beorix en enkele anderen wisten te ontsnappen. Ja, u hoort het goed. Zijn leger werd verslagen, maar Jan Beorix ontsnapte. En nu verwacht je waarschijnlijk een soort van legendarisch verhaal waar Jan Beorix terugkomt en verzet blijft plegen tot hij uiteindelijk gevangen wordt. Maar daar weten we niks van. We gaan er eigenlijk vanuit dat Jan Beorix gevlucht is. Nadat zijn legers verslagen waren, gewoon de Rijn overgevlucht is. Want verder is er geen enkele andere vermelding van Jan Beorix. Maar goed, dat was het relaas van onze vriend Caesar. Maar wat weten we nu eigenlijk over Jan Beorix? Wel, dat hij een stamhoofd was. Dat hij op aanwijzen van een ander stamhoofd Romeinen aanviel. Niet direct, maar goed. Dat hij het zo wist te manoeuvreren, zodat hij ze in de rug kon aanvallen. En toen hij eenmaal geconfronteerd werd met Caesar, was het al vlug gedaan en nam hij de benen in plaats van dapper te sterven of slaaf te worden, zoals de rest van zijn stam. Feit is dat na de vlucht van Jan Beorix, zowel hij als zijn volk de Eburonen, als de Belgen in het algemeen, min of meer, verdwenen in de nevel van de geschiedenis. En ironisch genoeg is een herinnering bewaard gebleven door Caesar, die het vooral had over hoe hij hen verslaan had en afgeslacht had en tot slaaf gemaakt had. Maar daardoor werd de naam wel bewaard. En eigenlijk werd er in de eeuwen na Caesar zelden veel aandacht geschonken aan Beorix en Co. De naam werd wel gebruikt voor de regio van de Nederlanden, maar pas in 1830 werd ze echt weer relevant. Want in 1830 ontstond er plots een gloednieuwe natie, genaamd België. Ze waren genoemd naar het oude volk van de Belgen. En de enige echte link tussen die Belgen van toen en de Belgen van 1830 is dat ze in min of meer hetzelfde gebied woonden. Min of meer. En toch werden die Belgen in de 19e eeuw, na het ontstaan van het eigenlijke België, door velen beschouwd als de trotse voorgangers. En ging men die Belgo-Gallico heel selectief gaan lezen. Want laat ons eerlijk zijn, nog op genetisch, cultureel, religieus of materieel vlak hebben de Belgen van vandaag veel gemeen met de Belgen van gisteren. Jan Beorix en zijn volksgenoten hebben België weinig meer gegeven dan hun naam en een goed excuus om een hele reeks standbeelden en schilderijen van een halfnaakte man te maken. Of hoe men ja, na 1830 echt wel nood had aan identiteit. En dus werd Jan Beorix
en de Belgen in het algemeen tot helden verheven met standbeelden. Dat is het verhaal. Dat is het verhaal van de Belgen en van de Björks. We weten wel iets wat meer. Daarvoor verwijs ik u heel graag door naar het Gallo-Romeins Museum in Tongeren. Maar ja, we weten bitter weinig. En het meeste wat we weten heb ik zo net verteld. En dat komt uit de Belgallico. Er is nog altijd het standbeeld. Er zijn hier en daar een paar sites die je kan bezoeken. Maar er is weinig meer. Als je zich trouwens afvraagt hoe die beeldhouwer wist hoe Ambiorix eruit zag, wel, dat wist hij niet. Hè. Die heeft zich gewoon gebaseerd op een lokale smid die er rondliep in die periode. En die er wel redelijk indrukwekkend met hebben uitgezien, toegegeven. Maar veel van de kledij die de man op het standbeeld draagt, ja, dat klopt niet. Het is gewoon echt fictief. Maar goed, soms lijkt België ook wel een beetje fictief te zijn. Dus misschien past het wel. Bedankt voor het kijken. Dat was het voor deze keer. Als je de podcast wil steunen of beluisteren, dan kan je terecht op Spotify en op iTunes. Daar kan je luisteren naar de podcast. Je kan ook liken en dergelijke meer. Er is ook een Facebookgroep. De naam is Geschiedenis van België. En dat is het. Het liken en delen van deze video wordt heel erg geapprecieerd. Als je zin hebt in meer, kan je altijd terecht bij de podcast waar ik het verhaal al eens bracht. Als je nog meer van dit soort afleveringen wilt laten, alsjeblieft weten, laat me ook weten waarover. En hopelijk tot binnenkort.